Maandag 4 mei, herdenkingsdag. Een dag waarbij we allemaal op een bepaalde manier terugdenken aan hetgene wat er in het verleden gebeurd is. Wat is uw gedachte of wat vindt u daarvan? Dankbaar voor de vrijheid die we gekregen hebben. Ook al is het natuurlijk lang geleden. Ik denk dat het altijd goed is om te blijven herdenken wat voor verschrikkingen we gehad hebben. En ook om stil te staan bij verschrikkingen in andere landen waar op dit moment nog oorlog is. Jammer genoeg, de laatste tijd wat minder dan vroeger. Er gebeurt zoveel ellende in de wereld dat je eigenlijk niet meer stilstaat op die momenten wat allemaal gebeurd is. En niet meer zoveel eigenlijk. Nee, ik denk dat we over een paar jaar terug gaan denken aan deze periode. Ik hou het ook altijd wel bij en dan kijk ik altijd oorlogsfilms en denk ik, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk wat er gebeurd is? Maar ja, het is niet anders. Dus, maar dat 4 mei, dat is altijd speciaal. Is dit 2020 anders als andere jaren natuurlijk? Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik de afgelopen jaren weinig naar openbare herdenkingen ben geweest. Dus toch vaak thuis even naar de tv keken bij de herdenking op de Dam. En dan bij mezelf stilstond. Dus ik zal het niet heel erg... Ja, in die zin niet heel erg missen, zeg maar, dat het nu dit jaar anders is. Hoewel ik wel altijd even keek, de dagen daarna, naar de kransen die gelegd waren bij het monumentje bij de bibliotheek. Ja, vroeger ging ik met de kinderen naar Vught. En dan gingen we daar, dan is altijd een open dag. En dan kan je allemaal, zijn er rondleidingen worden dan gedaan en er worden wat speeches gehouden. En we zijn er nu eigenlijk niet zo mee bezig. Ja, en ergens vind ik dat het op een gegeven moment ook wel moet stoppen. Dus naar mijn 18-jarige dochter vragen, wat houdt Bevrijdingsdag precies in en... Dan weten ze daar veel minder over te vertellen als wij. Dus ik denk dat het met generaties eigenlijk wel over gaat slaan en dat het op een gegeven moment toch wel gaat stoppen. Eerlijk, ik weet niet wat u wilde horen, denk ik. Ja, nee. Maandag is het 4 mei. Ja. Herdenking. Dat klopt, herdenking. Wat doet u daarmee dit jaar? Thuis blijven. En naar de log kijken. Dat is het enige wat wij gaan doen met bevrijding. En normaal zou je erop uit gaan en gaan kijken wat er voor de herdenkingen zeg maar, op het Kloosterplein. Maar dit jaar zal het thuis blijven zijn bij mij. Het is gewoon een andere, dezelfde dag als anders. Hè? Ja, ja. Daar hebben we niks mee gehad maar vroeger. Hè? Dat was voor onze tijd. En ook niet nou dit jaar, speciaal dit jaar? Waarom moet het dit jaar speciaal zijn? Ook wel bepaalde dingen die we nu niet mogen doen, niet kunnen doen. Ja, maar de wereld is niet vergaan, hè? De volgende keer komt er weer iets anders. Mijn gevoel is bij 4 mei, van alles. Terugdenken aan mijn ouders die bewust de oorlog hebben meegemaakt. En mooi dat die dag er is voor alle oorlogen en alle slachtoffers die er... geweest zijn. Ook niet alleen de Tweede Wereldoorlog, maar ook alle oorlogen. 4 mei is het herdenkingsdag. Wat betekent dat voor u? Nou, voor mij op zich weinig, omdat ik de oorlog niet meegemaakt heb. Maar ik denk dat er heel veel mensen zijn die daar best wel heel andere gedachten over hebben. Toch wel een moeilijke dag, hè? Als je aan die overledenen moet denken. Staat u er ook echt bewust bij stil? Jawel. Ja. Vooral als mijn geliefden zijn, dat ik de geliefden verloren zijn. Hè? Ja, toch wel. Ja. Dat heeft u zelf ook meegemaakt? Of u heeft mensen verloren? Jawel, mijn moeder. Ja, toch wel veel kennissen, ooms, neefjes, nichtjes. Toch wel. Ja. Het is nu allemaal anders, hè? Alles is anders nu. Nu zijn we wel vrij, maar toch beperkt, denk ik. En toen waren ze beperkt en niet vrij. Ja, een beetje, het is allemaal anders. Wij staan er altijd bij stil en we kijken altijd om 8 uur naar de klokkenluider op die berg. Ik weet niet, op die plek waar ook veel doden zijn gevallen. Dus we houden altijd ook wel 2 minuten stilte. Ook dit jaar doe ik daar niks speciaals aan. Er is ook geen mogelijkheid om iets speciaals aan te doen. Je kunt verder niks. Je bent aan handen en voeten gebonden, dus er zijn weinig extra mogelijkheden die je dan geboden krijgt om iets extra's te kunnen doen. Ja, we moeten sowieso al binnen blijven, dus, maar dat doen we met Bevrijdingsdag anders ook, zeg maar. We gaan geen evenement bezoeken of iets anders, dus het is voor ons niet veel anders. Okay. En wat betekent dat voor u? Ja, een moment om stil te staan, denk ik.
bij in eerste instantie wat 75 jaar geleden is gebeurd. Maar daarnaast ook met alles wat in de tussenliggende jaren oorlogsslachtoffers en mensen die overleden zijn aan oorlogsgeweld. Ja. Doet u met die dag iets speciaals? Nee. Nee, alleen de normale dingen op tv bekijken. En verder is niks speciaals. Ja, je denkt er wel extra aan, omdat wij nou een stuk vrijheid kwijt zijn. Denk ik wel aan die mensen, dat, hoe dat toen geweest moet zijn. Dat is nog veel erger dan dit. Hè? Ik vind corona al wat, maar dit lijkt ook wel een oorlog zonder bloed, zeggen wij. Maar als je dan nog bang moet zijn voor de bommen en het geweld, dan is het nog erger, hè? Dit jaar specialer als andere jaren? Nee, dat kan ik niet zeggen. Het is natuurlijk wel een triest gebeuren met heel wat er allemaal speelt. Maar echt specialer, nee. Blijft hetzelfde. Het een heeft niks met het ander te maken, vind ik. Dat vind ik. Ik vind natuurlijk wel, kijk, mensen kunnen wel overdrijven van dat het nu een oorlogstijd is. Dan denk ik, je weet niet waar je het over hebt. We zijn ook buiten, we kunnen eten, we kunnen drinken, we kunnen nog alles. We hoeven niet op een zolderkamer te gaan zitten, hè. Dus dat vind ik wel echt geen vergelijking. Dus mensen zijn heel vlug, dat ze zeggen van oh, het lijkt wel oorlog, het lijkt wel dit, het lijkt wel dat. Ik wil niet zeggen dat het niet erg is met er nou allemaal. Maar niet om daarmee mee de oorlog te vergelijken, dan vind ik, dan gaat het echt drie stappen te ver.